In behandelcentrum Woodbroekers zitten 64 jongeren. Ze kunnen vanwege psychische en gedragsproblemen net meer thuis wijnen. Er is een iepen en een sletten afdeling. Jongeren die in iepen zitten, gaan buiten de instelling naar squallen. Jongeren van de sletten afdeling, zoals de 13-jarige Soraya, komen het gebouw alleen uit als ze verlof haar. De reden dat ik gesloten zit is door mijn agressiviteit. Ik heb vaak, ben ik wel snel en te agressief en dan sla ik mensen en dat ging gewoon niet goed. Dus hebben ze maar gezegd van nou, dan wordt het gesloten. De komst van het behandelcentrum zorgde voor een soort verzet bij omwenners. Daarbij waard zelfs de rechter in skekelen. Ik denk net dat je veiliger wordt. En dat, maar ja, wie weet de vierde is ik nog net zo vallen. Waarom denk je dat het net veiliger wordt? Nou, ik ben een probleem ben. Uiteindelijk bepaalde de Raad van State dat Woodbroekers in Kwartenhem bloeien mei. In het eerste bestaan hier die blieken dat net alle jongeren omgaan kennen maar de vrijheid die ze krijgen. Ze waren gewoon ontroffen bij een natuurbrand en weer een incident bij een supermerk in Beesterswerg. Drie jongeren zonder der winkelpersoneel bedriegen en mishandelen haar. Degenen die aan de andere kant staan van de incidenten benaderen we met alle egards. Om aan te geven dat wij incidenten in welke vorm dan ook liefst in huis houden en niet naar buiten brengen. Als je ben de keuze maakt om voor te gaan, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om ze fysiek tegen te houden. Dat maken we net. Dat doen ik net. Alleen proberen we daar mondeling en in gesprekken bij een wolf van te uitzoeken dat het net de juiste oplossing is om je de poort uit erin. En maar voor te gaan en maar zelf u te zieken waar je de man wil. En daar heb je soms wel heel veel overredingskracht van nodig.